De eerste thuiswedstrijd van 2020 van FC Groningen is meteen een mooi affiche. Want zondagmiddag om 2:30 komt landskampioen Ajax op bezoek. Voor Azor Matuziwa is het een extra speciale wedstrijd. De middenvelder speelde in de jeugd van de Amsterdammers en kwam 1 keer uit in het eerste elftal. Ik denk dat er mogelijkheden liggen voor ons. Alleen wij moeten gewoon zorgen dat we heel scherp zijn. Ik hoop dat wij er een mooie wedstrijd van kunnen maken en dat wij 3 punten hier kunnen houden. Ja, want scherp zijn is inderdaad tegen Ajax altijd belangrijk, want een klein foutje wordt meteen afgestraft. Ja, Ajax is een Europese topclub. Ze hebben zich op het grootste podium laten zien. En een klein foutje van ons kunnen zij genadeloos afstraffen. Daar moeten wij voor waken en wij moeten ze niet in de kaart spelen. Alleen wij weten ook dat zij de laatste paar jaar lastig hebben gehad in Groningen. Dus ik hoop dat wij gewoon het publiek achter ons kunnen krijgen en dat wij zondag ook heel lastig kunnen maken. De wedstrijd is uitverkocht, dus er zal voldoende steun zijn zondag voor FC Groningen. Dat is eigenlijk waar je het voor doet als voetballer. Voor een uitverkocht stadion en dat maakt het alleen maar mooier. Ajax had het afgelopen zondag in eigen stadion lastig tegen Sparta Rotterdam. Wat zegt dat over de koploper van de Eredivisie? Zij komen ook net uit de winterstop. Ze moeten ook weer op elkaar ingespeeld zijn. En dat zag je ook voornamelijk in de wedstrijd tegen Sparta. En aan ons om daarvan te profiteren. FC Groningen kan zelf terugkijken op een goed trainingskamp met 2 oefenwedstrijden tegen Duitse tegenstanders. Tijdens het trainingskamp maakten de spelers met het oog op de tweede seizoenshelft afspraken met elkaar. Verdedigend staan wel heel goed. Alleen zijn nog een paar slordigheden aan ons kant. En als wij die eruit gaan krijgen, gaan we nog minder doelpunten tegenkrijgen. En bijvoorbeeld aanvallen, dan iedereen weet dat wij aanvallend een stuk lastiger hebben. Dat we te weinig scoren. Daar zijn we over gaan nadenken waar het aan kan liggen. En dat hebben we allemaal intern besproken. En dus ik hoop dat wij dat allemaal gaan nakomen. En dan denk ik dat we nog voor de play-offs plekken kunnen meedraaien. Dat is wel het doel uiteindelijk, zeg maar. En hopelijk wat van terugzien komende zondag tegen Ajax. Dat zou heel mooi zijn. Ik denk als je een resultaat tegen Ajax kan boeken, dat het gewoon een goede start is. Ja.